Welkom bij de 64ste aflevering van 1 Amstelveen aan tafel. In Amstelveen woont op één na grootste Joodse gemeenschap in Nederland. Het antisemitisme neemt toe. Hoe gaan we daarmee om? Wat doet dat met individuen? En hoe kunnen we mensen dichter bij elkaar brengen? Vandaag bij mij aan tafel Chantal Suisse-Runne en rabbijn Menno ten Brink. Welkom vandaag. Het was bij de voorbereiding van deze aflevering nogal een uitdaging om gasten aan tafel te krijgen. En daarom aan jullie de vraag, wat brengt jullie vandaag hier? Jullie kijken allebei naar mij. Dat zal beginnen. Ik heb inderdaad ook getwijfeld en erover nagedacht of ik dit wil. Gezien alle spanningen in de maatschappij, in de samenleving en op het moment dat wij nu praten, alle ellende die aan de universiteiten en Universiteit van Amsterdam weer bezig is met de, wat mij betreft, hele felle, agressieve en intimiderende demonstraties die er zijn, gericht tegen Israël, voor de Palestijnse zaak. Antisemitisme vind ik zo'n belangrijk onderwerp dat ik gezegd heb, ja, ik wil wel aan tafel zitten. En nou, ook duidelijk hopelijk kunnen aangeven wat ik zie, wat ik vind. En ja, in mijn Amstelveen, wat daar aan de hand is, daar wil ik voor hier aan tafel zitten om met elkaar in gesprek te gaan. Liever zelf aan tafel zitten en het gesprek aangaan dan dat er over je gepraat wordt. Mijn stellingname is altijd, dat zeg ik ook altijd in de synagoge, wij praten met mensen en niet over mensen. Oké, Chantal. Ja, nou, heel erg aansluitend op wat Menno zegt. Ik ben heel erg van de verbinding. Dus ik ben de voorzitter van de dialoogcommissie van de Liberaal-Joodse Gemeente, waar Menno rabbijn is. Maar ook medevoorzitter van Yalla, een Joods-Islamitisch netwerk. En wij doen hele mooie dingen waarin we elkaar vinden en toenadering zoeken. Mm-hmm. Dus het is belangrijk om het goede te benoemen, maar het is ook belangrijk om op tijd alert te zijn als het niet goed gaat in de samenleving en als er dingen zijn die je niet onder het tapijt kan vegen. En ik zei altijd, mijn grootouders hebben ondergedoken en dat ga ik nooit meer doen. Dus vandaar dat ik hier gewoon wel zit om over dit onderwerp te praten. Ja, heel fijn, heel fijn. Want je zei net op het moment dat het niet goed gaat, hè, de protesten kwamen al even aan orde. Maar het CIDI, het Centrum Informatie Documentatie Israël, maakt sinds 2010 eigenlijk ook de antisemitisme monitor. En als we kijken naar die cijfers door de jaren heen, dan zien we dat sinds vorig jaar echt enorm gestegen is. We hebben daar cijfers van 2023. 2024 is nog niet bekend, maar we zien daar een enorme stijging en ook op verschillende niveaus. De grootste zijn de schriftelijke uitingen. Hebben jullie daar zelf ook mee te maken? De schriftelijke uiting via social media, brieven, e-mails die jullie ontvangen. Hebben jullie daar ervaring mee? Ik heb er wel ervaring mee, vooral social media. Ja. Het valt met mij nog misschien wel enigszins mee, omdat ik misschien vanwege mijn positie in de dialoog, dat weet ik niet zeker. Maar als ik zie waar de verhalen waar mijn kinderen mee thuiskomen, of de kinderen van mijn vriendinnen, of mijn vriendinnen, of mijn vrienden. Het is zeg maar waar het vaak al misging op social media en de uitingen een uitzondering waren, zie je dat het steeds meer salonveeg wordt. Wat bedoel je daarmee met salonveeg? Dat antisemitisme, of je zeg maar op een negatieve manier uitlaten tegenover Joden, en dat is dan nog de meest milde vorm, hè, maar soms het gewoon echt oproepen tot geweld of haatdragend, dat wordt zeg maar steeds makkelijker vergoeilijkt. De gêne lijkt weg te zijn en dat vind ik heel zorgwekkend. En ik zie het ook steeds meer left, right en center, zoals de Engelsen dat zeggen, om me heen. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat kinderen, dat je kinderen worden uitgescholden, of de kinderen van vrienden worden uitgescholden of geïntimideerd op school. Dat je rechtstreeks uitschelden, verantwoordelijk houden voor wat er in Gaza gebeurt. Voor niet zitten schelden op televisie, maar kankerzionisten worden uitgemaakt. Of er worden je allerlei dingen in de schoenen geschoven die je natuurlijk niet zelf hebt veroorzaakt of gedaan. En je zegt daarmee, het zit niet alleen in de aantallen, maar het zit ook in de mate waarin eigenlijk de agressie toeneemt. En het feit dat vroeger was, niet lang na de Tweede Wereldoorlog, was het idee van dit gaan we nooit meer doen met z'n allen. En er was een soort schaamtecultuur omheen. Van als je antisemitisch uit, dan ben je eigenlijk, dat is echt niet netjes, dat kan echt niet, dat is echt onbehoorlijk. Dat stukje vernis lijkt weg. Ja.
Tenminste, dat is zoals ik het steeds meer ervaar, helaas. Ja. Menno, hoe is dat voor jou? En ook binnen jouw gemeenschap? Ja, nou, ik herken dit allemaal. Wat ik om me heen hoor. Kinderen op scholen. En welke scholen hebben we het dan over? Hebben we het over lagere, over middelbare scholen? Beide scholen, basisscholen en middelbare scholen. Waar kinderen, zelfs hier in Amstelveen is er een situatie geweest, 4-5 maanden geleden. Ook aan universiteiten, en dat is nu natuurlijk heel erg in het nieuws. Ja, actueel. Ja. Actueel, dat Joodse leerlingen, Joodse studenten, Joodse mensen, die worden... wordt verweten wat er in Gaza gebeurt door Israël richting Palestijnen. En kijk, het is niet zo dat dit een strijd is tussen moslims en joden. En ik sta ook tot over mijn hoofd in dialoog. Heel vaak dat we in dialoogsituaties zitten met moslims, juist om te deescaleren en te zorgen dat we met elkaar in verbinding blijven, met elkaar blijven spreken, omdat het daar namelijk niet om gaat. Nee, is het soms ook, of soms of vaak, een gebrek aan kennis waarom mensen zo reageren, of zit daar iets anders onder? Ik weet niet, het is sowieso een gebrek aan kennis, gebrek aan geschiedenis, gebrek aan weten. Bijvoorbeeld, het Joodse land is daar al sinds 4000 jaar. Het staat al in de Bijbel. Het land overvloeiend van melk en honing. Het Joodse land is niet opgericht in 1948. Ja, de staat is opgericht. Maar er hebben altijd Joden gewoond. Altijd was er een Joodse aanwezigheid in wat Romeinen Palestina hebben genoemd. Ja. En dat wordt buiten uit verband getrokken. En het erge is, terugkomend op dat antisemitisme, is dat Joden buiten Israël wordt verweten wat een Israëlische regering doet. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat een Israëlische regering doet. Nee, want jullie zijn Nederlander. Absoluut. Ja, en zeker. Jullie hebben het Joods geloof, maar jullie zijn geen Israëliër. Nee. Maar het Joodse land is wel ook ons Joodse land. Ja, wij de synagoge, als je teruggaat naar waar ik voor sta. De Heilige Arken, de Torah, die staat richting Jeruzalem opgesteld. Ja. En dat is niet alleen sinds 1948. Dat is al meer dan duizenden jaren. Ja. Wij zijn altijd georiënteerd geweest op Zion, op Jeruzalem. Dat is een berg bij Jeruzalem. Daar komt het woord Zionisme vandaan. Maar als je kijkt in de psalmen, praten we ook echt van voor 1948, dan staat er al dat in de Babylonische ballingschap, zo'n 700 jaar voor de gangbare jaartelling, de Joden aan de rivieren van Babel zaten en ze huilden terwijl ze dachten aan Zion. Want ze wilden terug naar Zion, naar Jeruzalem, naar het Joodse land. Ja, en dat is iets wat ik ook vaak hoor in de voorbereiding van dit programma, is dat mensen ook zeggen van ik weet niet of ik hier wil blijven. Ja. Dat horen jullie dat ook om je heen? Ja. Heel veel. Ja. Sterker nog, ik droomde er laatst over. Het is heel raar, maar ik droomde dat ik een... Het komt misschien ook door mijn oorlogsachtergrond, hè, van mijn grootouders. Die hebben de Holocaust overleefd. En zelfs mijn vader heeft nog de Holocaust overleefd, Shoah. Ik droomde laatst dat ik mijn paspoort klaar had omdat ik weg wilde. En dat er een plaatje van een vrouw die helemaal niet op mij lijkt in stond. En dat ik toen nergens naartoe kon. Maar het feit dat ik dat droom... Ja. Het betekent nog niet dat ik nu actief zeg, want ik ben waarschijnlijk een van de laatste die dit fort verlaat. Ik denk er niet over. Sterker nog, ik zal het verdedigen met woorden zolang ik kan. Alleen het feit dat ik vroeger dacht dat al die mensen die achter elke boom een antisemiet ontwaarden en dat die neurotisch waren en een beetje gestoord, die begrijp ik inmiddels heel goed. Want ik vraag me ook af welke toekomst mijn kinderen hier nog zullen hebben als dit zich verder in negatieve zin doorontwikkelt. Ja, en daar is natuurlijk ook een voorbeeld van, hè, met iemand hier in Amstelveen die aan de deur belaagd is. Zeker. Die we eerder ook gesproken hebben. En ik denk dat het goed is om daar eventjes naar te gaan luisteren. Ja. Zeker. Een paar weken geleden werd een Joodse vrouw bij haar voordeur lastiggevallen door 3 andere vrouwen. Ze werd uitgemaakt voor kindermoordenaar omdat haar dochter dient in het Israëlische leger. Via sociale media werden bovendien de werkplekken van moeder en dochter onthuld.
We luisteren even naar een fragment van een gesprek van onze collega Astrid de Kraan met de Joodse vrouw, die niet herkenbaar in beeld wilde komen. Ja, zij stonden op 8 hoog bij mijn flatgebouw allemaal opmerkingen te maken over dat ik medeplichtig ben aan kindermoorden. En ja, dat mijn dochter, zoals velen van jullie allemaal weten, mijn dochter in het leger zit. En dat zij in Gaza genocide heeft gepleegd. En of ik mij daarvan bewust ben. Dat soort opmerkingen maakte zij. Wie zijn de mensen die op mijn werk komen? Wie zijn de mensen die voor mijn deur staan? Waar komt het vandaan überhaupt? En dat is nu gewoon wel, dat heeft wat vraagtekens. En daar moeten we gewoon achteraan gaan met z'n allen. En ook al vinden mensen dat, dat wat er in Gaza gebeurt niet kan, en dat klopt ook, vind ik ook dat ik ook recht heb op mijn eigen leven. Ja, precies. Doet iets met haar, doet ook echt iets met jullie, zag ik net. Ja, absoluut. Het feit dat mensen naar haar woning gaan, haar bedreigen, haar intimideren, die agressiviteit waar dat uit voortkomt, over, en het gaat richting een moeder en een dochter, die niets met de situatie in Gaza in feite te maken hebben. Ja. En dat is een grens overgaan van een politiek die in Israël gebeurt richting Gaza, Israël richting Hamas, ja, dat moeten we ook niet uit het zicht verliezen. Dat gaat de grens over naar mensen die een Joodse inwoner van Nederland bedreigen, om wat er daar gebeurt. Ja, even voor onze kijkers. Als u hier een mening over heeft en die wilt u graag met ons delen, dan kunt u daarover bellen naar ons telefoonnummer 020-547-8588. Sorry, of mailen naar redactie1amstelveen.nl. Want ik vind het belangrijk dat als er kijkers zijn en die hebben daar mening over, dat we dat ook ventileren. Dit grijpt aan, dit doet iets met mensen. Maar hoe, want je bent meer dan alleen maar Joods. Je bent ook moeder, je hebt een familie, je geeft invulling aan je leven. Ja. Hoe zorgen we met elkaar dat we meer zien van de ander dan alleen het geloof? Ik wil ook nog even op haar reageren, want ik ken haar persoonlijk. Ja? Ik ga niet haar naam onthullen uiteraard, maar mijn dochter zat wel met haar dochter op school en op de Joodse jeugdvereniging. Ja. Dus dat raakt me natuurlijk ontzettend. Ik ken dit meisje al mijn hele jeugd. We zijn samen in die zin, hebben een heel deel samen opgetrokken. En dat haar kind de keuze heeft gemaakt om naar Israël te emigreren. En de moeder en dochter niet, weet je, dat is dan dat kind. En dat er in Israël dienstplicht is, komt niet omdat Israël zo het leuk vindt om er rechts en links Arabische landen aan te vallen. Dat komt omdat Israël zijn hele bestaan altijd onder dreiging van de buurlanden en allerlei elementen verder weg heeft gestaan. Dus ik vind het heel erg dat zij als Nederlandse Joodse vrouw hier op deze manier op wordt aangepakt. Ja. En ik heb het nog nooit omgekeerd gezien. Ik heb, als je bedenkt bijvoorbeeld, dan ga ik zo van het stapje van geloof, zeg maar, naar, er zijn ook andere elementen van je identiteit. Ja. Maar voor de moslims is Mekka de heilige plaats. Ja. En daarna pas Medina, en daarna overigens pas Jeruzalem. Wordt dat heel vaak genoemd, Jeruzalem voor en na. Ja, belangrijke plek, Al-Quds, belangrijk. Maar Mekka is de eerste stad. En wij hebben maar één stad, dat is Jeruzalem. En ik kan me niet heugen dat mensen, random moslims hier, van een andere afkomst, zoals Marokkaans of Turks, aanvallen op Saoedi-Arabië en mensenrechten schendingen, om maar even iets te noemen. Of hun aandeel in de oorlog in Jemen. En dat ze dan bij een random moslim voor de deur gaan staan en zeggen, jullie gaan op bedevaart naar een land wat weet ik veel wat allemaal doet. Laat die mensen lekker op bedevaart gaan. Laat die mensen lekker moslim zijn. Ik denk van, weet je, als dat, ik gun dat anderen, dus gun het elkaar. En ik vind het, ik vind die obsessie met Israël, hoewel ik echt de regering Netanjahu heel problematisch vind om heel veel redenen, waar Gaza er één van is, dat je daar elkaar dus, dat je daar anderen niet op mag afrekenen, zeker niet Nederlandse burgers. En natuurlijk ben je meer dan alleen Jood. Hè? Je bent ook moeder, je bent in mijn geval ben ik ook nog ondernemer en ik ben trainer en coach en ik doe projecten rondom leiderschap en teamontwikkeling. En ik wil ook wel eens vakantie van die oorlog, dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja. Het klinkt misschien heel stom, maar het beheerst wel je leven
omdat het hier zo'n impact heeft. Omdat hier elke keer protesten zijn, omdat je langs barricades moet, omdat je af moet vragen of je nog deze kan dragen zonder dat je wordt uitgescholden. Dus het is, ik ben nog niet eens zo zichtbaar Joods als een orthodoxe Joodse man die met een kep op buiten loopt. Ja, en daarvoor kiezen, hè, het openlijk zijn, daar invulling aan geven, jullie doen het bewust. Zijn ook mensen die op een gegeven moment zeggen, ja, ik vind dat zo lastig, ik trek me toch maar terug. Wat gebeurt er dan? Het is voor mij onbegrijpelijk, zeker ook na 1940, 1945, dat mensen hun identiteit moeten verhullen. Dat men hier niet ineens in onze Nederlandse maatschappij open met hun identiteit op straat kunnen komen. En dat geldt niet alleen voor Joden. Nee, dat geldt voor moslims, dat geldt voor homo's, dat geldt voor noem het maar op. Wij zouden in een maatschappij moeten leven waar dat niet uitmaakt. En dat heeft ook te maken met educatie. Waarom draagt een vrouw een hoofddoekje? Ga niet met je Nederlandse vingertje op je voorhoofd wijzen van kijk die is. Nee, dat doet ze met een reden. Waarom draagt een man een keppeltje of een zwarte hoed of een Magen David, een Davidster, of Gai. Gai betekent overigens leven. En dat wordt dus nu bedekt. Ja. Ik vind het echt schandalig. Want het gaat om het leven. Zijn we niet nieuwsgierig genoeg naar elkaar? Ik denk dat we te snel veroordelend zijn over elkaar. Ik denk dat we niet willen leren over elkaar. We zeiden het net, niet over elkaar praten, maar met elkaar. Ja, als je met elkaar wil praten, dan moet je elkaar leren kennen. En dan moet je met elkaar rond de tafel zitten. En oprecht nieuwsgierig zijn in, wat denkt die ander nou? Wat vindt die ander nou? Ja, en jullie doen daar beide heel veel in, hè? In die dialoog. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? We zijn allebei heel erg actief in dialoog. Dus misschien overlappen onze voorbeelden. Ja. Maar ik heb samen ooit met de oud-directeur van de LJG, wat Liberaal Joods Gemeente, en andere leerburen kennen opgezet. En dat is juist zo'n ontmoetingsproject. Omdat ik precies onderschrijf wat Menno zegt. Je moet jezelf kunnen zijn in Nederland. Ongeacht je geloof. Of hoe je erbij loopt. Of van wie je houdt. En waar je in gelooft. En leer je buren kennen? Want kun je dat duiden? Leer buren kennen is dus een programma. Dat is ooit gestart, echt al heel lang geleden, 2011. Met een naburige school, een ROC. Ja. Omdat wij het idee hadden van, daar zitten dus allerlei kinderen en jongeren op school die ons niet kennen. We wisten dat er wat vooroordelen waren, er zijn wat incidentjes geweest. Mag ik je onderbreken? Niet ideeën hebben, maar letterlijk, feitelijk. We hadden daar een uitvaartruimte. Vanuit daar gingen wij naar de begraafplaats. Mensen werden daar verzorgd onder ons gebouw. Ja. En ik ben er getuige van geweest toen we met de uitvaart bezig waren. Dat er jongens schreeuwden en gilden. Joden, toen al, Zionisten, we praten over 2010, denk ik. Ja. En eerder. Ja. En toen is door jullie ook gedacht van dit gaat niet meer. Maar ik heb toen ook gezegd, dit kan niet. Nee. Ja. We zijn buren van elkaar. Precies. Je moet weten wie je bent als buren. Ja. En wat zo jammer is, dat we, tenminste, we zijn heel dankbaar voor alle beveiliging, maar helaas betekent Jood zijn in Nederland dat je een beveiligd gebouw hebt met allerlei ontoegankelijke veiligheidseisen. Ook voor onze eigen mensen, die niet heel verwelkomend zijn, maar we willen wel verwelkomend zijn, want we zijn ook Amsterdammers. Hè, in onze synagoge dan. En we willen, of Amstelveeners, of in ieder geval uit deze regio. En we willen gewoon met elkaar aan deze stad en aan deze omgeving bouwen. Dus we zijn toen gewoon begonnen met die jongeren binnen te halen, uit te nodigen met een grappig programma. Dat het echt Joodse traditie en cultuur ook kenmerkt. Het is gelukkig niet alleen maar Holocaust en antisemitisme. Ja. Het is zelfspot. Humor, cultuur, tradities, rituelen, filosofie, ethiek, kunst. Het is zo'n rijke cultuur. Er zit zoveel leuk en moois omheen. Dat we uiteindelijk dachten, daar willen we hen deelgenoot maken. En wij willen ook echt beter weten, wie zijn zij? Wat zijn hun zorgen, hun angsten, hun wensen? Wat vieren ze? Waar worden ze gelukkig van? In wat voor stad willen ze leven? Wat willen ze met hun toekomst? En dat werd. En de kern van het programma is dat er geen taboe zijn. Dat wij laten zien dat we ook een beetje zelfspot hebben en tegen een stootje kunnen. En dat er een diepe, bijna onvoorwaardelijke nieuwsgierigheid is naar de ander. En kostte dat moeite om daar twee partijen, laat ik het zo even noemen, met elkaar aan tafel te krijgen? Want
als je daar eenmaal zit en je bent met elkaar in gesprek, dan kan ik me voorstellen dat je een heel mooi gesprek met elkaar hebt. Mm-hmm. Maar hoeveel moeite kost het om mensen bij elkaar te krijgen? Ik denk, ja, het is geen automatisme. Je moet er hard voor werken. En hoe ziet dat harde werken eruit? Het harde werken is om te zorgen om die lijntjes te leggen, om die verbindingen te maken, om te zorgen dat je op scholen, daar kun jij beter meer van vertellen dan ik nog, op scholen de leerkrachten weten motiveren om met de klas te komen. En ook de kinderen die zeggen, well, ja, maar ik moet niet in een Joods gebouw komen. Ik wil geen keppeltje dragen in de synagoge zelf. En dan te overtuigen van, als ik in een moskee kom, trek ik mijn schoenen uit. Ja. Want dat is eerbied voor de plek waar je bent. Ja. En langzaam zie je dat dan ook vaak milder worden, zachter worden. En die jongens zetten dan een keppeltje op. Of hun hoofdbedekking op. Dat mag ook, hè? Ja, als het maar bedekt is. Precies, mag het alles zijn. Weet je, daar gaat het niet om. Maar het mooie van het hele project is, en ik geef zo meteen nog twee voorbeelden, is dat het muren wegbreekt. En dat je kunt zien van, oh ja, heb ik nooit bij nagedacht. Alleen al het feit dat sommige kinderen op school denken dat er miljoenen Joden hier in Nederland wonen. Echt waar. Was miljoenen. Het maar zo. Er wonen maar 40.000 Joden in Nederland. Maar 40.000, het is niks. Nee. En ook wat er in de oorlog gebeurde enzovoort. Allemaal vooroordelen. En door dat fantastische project waar tienduizenden studenten intussen geweest zijn bij ons. Ja, denk wel 20.000. Worden die vooroordelen langzaam afgebroken. Ja, en krijg je meer begrip voor elkaar. Ja, en je hoopt dat dat blijft ook. Twee voorbeelden, wat ik net zei. Einde van het afgelopen jaar, dus na 7 oktober, hebben wij met het inwijdingsfeest, Chanukka, op de 8e avond, een Chanukka-avond georganiseerd namens de dialoogcommissie van de Liberaal Joodse Gemeente. Nog even Chanukka, voor degenen die dat niet kennen, hoe belangrijk is dit? Is belangrijk. Het is niet een feestdag die in de Tora voorgeschreven staat, maar het is een feestdag die eigenlijk aangeeft, het is het aansteken van de Chanukka, de menorah. Eerst 1 kaarsje, dan 8 kaarsjes, je breidt het licht uit. En wat is dat licht? Het licht van de vrijheid, tolerantie. Wij mochten in de tijd van de Hellenisten, in Israël, oude Israël, mochten wij niet meer zijn die we waren. We moesten bekeren. Daarvan hebben we gezegd, nee, wij willen Joods blijven. En wij willen dat als voorbeeld geven, dat Chanukka-feest, voor iedereen, om te blijven die ze zijn. Ja, om vast te houden aan je eigen identiteit, met begrip en tolerantie voor de ander. Je hoeft niet iemand te bekeren. Nee. Zeker niet. Blijf moslim, blijf christen, blijf jood. Dat is heel joods trouwens, hè? Dat niet willen bekeren is heel joods. Ja. Je bent goed zoals je bent, als je maar goed mens bent. Exact, daar gaat het om. En dat deel ik. Is dat niet vaak de angst die eronder zit? Van als je meer van de ander leert kennen of meegaat in de ander, dat je daarmee afbreuk doet aan je eigen identiteit? Is dat, ervaren jullie dat? Het kan. Kijk, je zei net, we hebben geen bekeringsdwang of drang. Absoluut niet. Veel christelijke stromingen en moslimstromingen hebben dat wel. Mm-hmm. Wij zijn beter dan anderen. Het grappige is, we geloven allemaal in dezelfde God. En die God is echt hetzelfde. Of je nou Allah God of Adonai of Hashem heet. Maar we moeten ervan af om een ander ervan te overtuigen dat jij beter bent en de waarheid hebt dan die ander. Niemand heeft de waarheid. Er is er maar één die de waarheid heeft. En dat is die. Ook als je er niet in gelooft. Want ik geloof ook dat alle seculiere mensen, zeg maar, fantastische mensen. Voor mij is het heilige van het leven, is het doen van goede daden. Zeker. Van een, zijn van een goed mens met een ethisch kompas. Dat je, in het Engels zeggen ze zo mooi, if you can't take it anymore, start giving. Als je er bent voor een ander, je ziet de ander, je denkt aan de kwetsbaren in de maatschappij. En de ene heeft daar heel veel houvast aan een religieuze traditie of is daarin opgevoed en de ander helemaal niet. Mij maakt dat eigenlijk helemaal niet uit. Ik zie in eerste instantie de mens en wat hij of zij, of hem tegenwoordig, wat de mens doet. Ja. En Jodendom is ook heel erg van daden. Dus natuurlijk, ik ben heel uitgebreid monotheïstisch geloof. Maar Menno, onze rabbijn,
zal nooit tegen iemand zeggen, geloof jij wel in God? Althans, daar heb ik hem nog nooit op betrapt. Nee. En dat doet er dus ook helemaal niet toe. Dus je hoeft niet in God te geloven om een goed mens te zijn, of zelfs niet om een goede Jood te zijn. Klopt. En dat is voor heel veel mensen echt heel verwarrend, want dat verwachten ze vaak niet. Ja. De typisch Joodse vraag is, wat doe je? Juist. En niet wat geloof. Precies. Nou, dan wil ik graag even naar een fragment van de burgemeester van Amstelveen. Ja. We leven in Amstelveen met heel veel verschillende nationaliteiten. Ja. En goed om even naar hem te luisteren. Ja. Wij iedere vorm van discriminatie en antisemitisme afkeuren. Ik heb dat vorige week geschreven. Ik wil dat ook graag in uw raad herhalen. In Amstelveen is een diverse stad met 142 nationaliteiten en heel veel religies. En iedereen moet zich hier thuis kunnen voelen en veilig, ongeacht achtergrond, religie of geaardheid. Voor discriminatie en antisemitisme is in onze gemeente geen plaats. Ja. Duidelijke woorden. Ja. Heel duidelijk. Welk advies zouden jullie hem willen geven als je zegt van daar is hier geen plaats? Hoe zouden we daarmee om kunnen gaan? Wat ik graag zou willen, en ik weet dat men daar ook mee bezig is, en men is de overheid. En de overheid, lokale of landelijke overheid? Beide. Landelijk en lokaal. Ja? En niet alleen in Amstelveen, maar ook in Amsterdam en in andere steden. Iedereen roept, er is geen plaats voor antisemitisme. En ik ken onze burgemeester volstrekt oprecht. En we hebben een fantastische burgemeester die echt het goede wil ook. Ik wil graag daden zien. Als er zo'n incident is bij zo'n flat, bij een inwoner van Amstelveen, dan wil ik dat die mensen die deze vrouw belaagd hebben ook vervolgd worden, moet aangifte gedaan worden, dat het opgevolgd wordt en dat ze eventueel, als ze strafbare feiten hebben begaan, ik ben ook jurist, dus ik moet voorzichtig zijn, veroordeeld worden. Ja. En maak dat publiek. Maak het publiek dat dit niet kan in ons rechtssysteem. Maak het publiek dat wij dit niet accepteren, wat de burgemeester zegt in Amstelveen. Daar is geen plaats voor discriminatie. Ja, precies. Hebben we daarin meer leiderschap nodig? Meer leiderschap weet ik niet. Meer leiders weet ik niet. Maar ik denk dat zeker het OM, politie, dat daar een zware taak ligt. Ja. Om aangifte die gedaan worden, ook inderdaad opgepakt worden en dat er iets mee gedaan wordt. En niet alleen binnen kamers, maar dat het publiekelijk gemaakt wordt. En wat levert dat op als we dat publiekelijk maken? Ik denk afschrikking. Ik denk een voorbeeldfunctie. Dit kan niet. Dit accepteren wij niet als Nederlandse staat, als Nederlandse overheid. Nee. En is dat een wankel evenwicht? Aan de ene kant afschrikking en aan de andere kant met elkaar in dialoog willen blijven? Mag ik daar? Daar wilde ik heel graag wat over zeggen. Want dat voorbeeld dat Menno net aanhaalde, dat licht in de duisternis tijdens Chanukka. Dat is juist zo'n mooi voorbeeld waarin we dus met elkaar en met de moslims en de christenen en de humanisten en de gay community en de atheïsten en iedereen een prachtig feest vieren van verbinding. Waar we elkaar echt zien en waar we naar elkaar luisteren. En er was Arabische muziek en Joodse muziek. En er was een imam die sprak en Menno sprak. En de wethouder onderwijs stak lichtjes aan. Wat ik een hele pijnlijke vind. Ik vind dat je moet dus inderdaad preventie. Maar dit doe ik niet alleen ter preventie, omdat ik niet uitgesloten wil worden. Ik hou echt van die mensen. Ik bedoel, en mijn medevoorzitter bij Jalla is gewoon mijn vriendin hoor. Wij bellen elkaar ook gewoon als we de stad ingaan. Dus het is niet alleen maar een soort van een politieke agenda. Nee, precies. Het is wel echt de liefde. Het zit wel echt, zit echt in mijn hart, Fatima. Maar wat ik probeer aan te geven is dat er is eigenlijk nog een nieuwe dimensie wil ik gaan toevoegen. Wij krijgen heel vaak het verwijt dat wij meer bescherming willen dan anderen. En dat is niet waar. Als ik heb zelfs voor de commissie Justitie en Veiligheid ingesproken toen er geweld was tegen moskeeën, hebben we een open brief geschreven als Joodse gemeenschap, als liberaal-Joodse gemeenschap. Ik heb ingesproken, ik heb er tegen geageerd. Ik wil dat als islamitische of andere of kerk of wat dan ook voor doelen aangevallen worden, wil ik dat er ook wordt opgetreden en vervolgd. En ik wil ook dat discriminatie van wie dan ook wordt aangepakt. Tegelijkertijd ken ik geen andere bevolkingsgroep die verweten wordt dat ze beschermd worden. Mm-hmm. Dus en we worden niet eens zo goed beschermd, want er zijn heel veel mensen die weg willen, die het spannend vinden, die het lastig vinden, die geen aangifte durven doen omdat ze denken dat het niet wordt opgevolgd. Dus het is heel erg dubbel. Enerzijds wil ik dat het meer zichtbaar is.
Hè, dat wanneer je echt die grens overgaat van geweld, dat er wordt opgetreden en dat wij veilig zijn. En tegelijkertijd wordt ons dat bijna verweten. En dat vind ik zo'n interessante catch 22, daar ben ik nog niet uit. Maar ik vind het wel een lastige. Een lastige, ik weet niet of je dat herkent, Menno, maar ik vind het heel lastig. Ja, ik herken dat wel. En ook dat het opgepikt wordt, ons verzoek om beveiliging of een goede beveiliging door andere groeperingen. Die zeggen, ja, zij worden beveiligd. Hallo, wij ook. Dat was maar niet nodig. Ik wil me niet worden beveiligd. We willen niet beveiligd. We willen niet deuren van de synagoge wijd openzetten. Ja, iedereen moet daar binnen kunnen komen. Was dat maar zo'n feest. Maar helaas kan dat niet. En dat is niet alleen sinds 7 oktober. Hè. Dat is al sinds de Yom Kippur oorlog. Ja. Of zelfs daarvoor. Het is al voor mijn geboorte. Sinds de jaren 70. En ik ben van 1980. Ja, ik zal niet zeggen wanneer ik ben. Ik weet. Zeg het eens mij dan. Maar ik weet niet beter. Ik weet niet als Joods kind beter dan dat... Dat onze instellingen beveiligd zijn, omdat er gewoon een dreigingsniveau is. Ik moest mijn eigen kinderen, die zaten op een Joodse basisschool. De ene zit nu op een Joodse middelbare school, de ander gewoon op een Amsterdamse niet-Joodse middelbare school. Ik moest op een gegeven moment, was er een leeftijd dat ik mijn kinderen moest uitleggen dat het niet normaal is, dat niet alle andere kinderen ook een marechaussee voor de school hadden staan. Want zij dachten, dat hebben alle kinderen overal altijd, want ze wisten het niet beter. En dan moet je dat pijnlijke gesprek gaan voeren. Waarom dat is. Ja. Als wij hier met elkaar om tafel zouden zitten, over pak een beet 1,5-2 jaar, wat is er dan gebeurd? Ja, ik zeg altijd, ik ben rabbijn, maar geen profeet. Ja. Jammer nou. Ja. Voor 1,5 jaar, ja, de hoop is A, dat het conflict in het Midden-Oosten voorbij is. Mijn hoop is dat er een twee-staten-oplossing komt. En dat Israël, de Joodse staat Israël, de Joodse staat Israël is. En dat er niet aan de kreten, agressiviteit, intimidatie van de huidige demonstranten, dat dat bewaarheid zou worden. En dan praat ik over zogenaamde Free Palestine. Ja, ja. Want Israël heeft alle recht om een Joods land te zijn. In het oude land van 4000 jaar. Ik hoop dat de Palestijnen een staat hebben waar ze zelf de macht hebben en niet de macht wordt uitgeoefend door terreurbewegingen die ook zijn eigen bevolking in de klem heeft, wat nu het geval is. Ja. En als ik het hoop, ook, ja, en, nou, nog even vervolgen. Ja, ja. Ik hoop ook dat Israël een actief deel heeft aan de verdere ontwikkeling van een Palestijnse staat. Dat ze de economieën zouden kunnen uitwisselen. Dat Israël een aandeel heeft in het ontwikkelen, verder ontwikkelen van de Palestijnse bevolking die vrede wil met Israël en die alleen maar hun eigen geluk willen nastreven en niet ten koste van Israël of Israëli's. Twee vredelievende staten naast elkaar. Ja. En op lokaal niveau. En zeker op lokaal niveau, maar dat wij in de wereld hun daar ook bij kunnen steunen. Ja. En dat is nog heel ver weg. Ja. Maar er zijn ook wel sprankjes hoop, dus ik vrees niet dat dat over 1,5 jaar het geval is. Ja, ik ben misschien iets, ik ben ook geen profeet en ik ben misschien ietsje pessimistisch in die zin dat ik hoop heel erg dat mijn kinderen het nog gaan meemaken inmiddels. Ik dacht altijd dat ik tevreden nog ging meemaken. Ik zou het heel tof vinden. Inmiddels hoop ik tenminste dat mijn kinderen het gaan meemaken. Mm-hmm. Maar wat Menno zegt, daar zou ik aan willen toevoegen dat ik dan ook hoop dat Israël de meest democratische vrije staat is die het in potentie kan zijn. Met een regering die er, want ondanks dat het de Joodse staat is, dat vergeten mensen, is niet alleen een staat voor Joden. Het is een Joodse staat en het is de enige Joodse staat in de wereld. En ik vind ook dat er een Joodse staat moet zijn en blijven. Tegelijkertijd wonen er ongeveer 20% moslims in die Joodse staat. En Bedouinen en christenen en noem het allemaal maar op. Dus ik hoop dat het een fijne democratische staat is waar al haar burgers gelukkig zijn. En wat Menno net zegt, dat de Palestijnen zelf beschikking hebben met rechtvaardige leiders die het op een goede manier doen. Die niet investeren in tunnels voor wapens, maar die hun bevolking veilig houden. Want waarom is er met al die miljarden niet één schuilkelder gebouwd voor die arme Palestijnen? Waarom?
En in universiteiten, in scholen, in onderwijs, dat ze daar allemaal in investeren, dat hoop ik echt. Ik heb ooit voor mijn werk training mogen geven aan jonge Palestijnse tech-entrepreneurs. Hmm. Van de Westbank en eentje uit Gaza zelfs. Prachtig. Daar heb ik nog contact mee gehad, zelfs tijdens deze oorlog. En eentje vroeg of ik hem wilde coachen. En hij weet dat ik Joods ben. Hij weet dat ik familie zelfs heb in Israël en Palestijnse vrienden. Deze jongeren zijn fantastisch. Ik zag zoveel wilskracht, zoveel liefde, zoveel... Ik hoop dat dat het toekomstige leiderschap wordt van een Palestijnse staat naast Israël. Helaas willen veel van deze jongeren naar Berlijn. Naar Parijs. Ja, zoals het eerder anders. Ook. Ja, en ik snap het. Ik ga ze ook niet tegenhouden, maar ik zou willen dat ze bleven en dat zij de macht kregen bijna daar. Ja, dat zij het overnemen. Juist. En het land ontwikkelen. Dat. Er is zoveel potentieel in Gaza, op de Westbank. Ontwikkel dat. En we hebben ook DNA gemeen, hè? Want als je gaat kijken, het zijn die, ik bedoel, die, er zijn gewoon heel veel mensen daar op het land. Zoals Menno al zei, het is niet alleen maar dat na 48 alle Joden die uit de Shoah werden verdregen. En overigens laten we de miljoen Arabische Joden uit islamitische landen niet vergeten, die daar werden weggejaagd. Behalve Marokko. Daar zijn ze niet uitverjaagd, zijn ze zelf vertrokken. Met alle andere Arabische landen, sinds de staat Israël is gesticht, zijn ze echt, werden ze ter voorbeeld op straat opgehangen, van alle onzin beschuldigd. Dus mensen denken maar dat het, dan ga ik even iets ontkrachten. Israël is geen koloniaal Europees project. Ik denk dat minimaal de helft van de Israëli's een Arabische achtergrond heeft. Ja. En dat vergeten we met z'n allen. En die bevolkingen lijken ontzettend op elkaar. Ja, en dat is waar we eerder, waar we het eerder in het gesprek ook al over hadden. Hè. We moeten elkaar leren kennen, met elkaar in dialoog gaan. Precies. Wat jullie op lokaal niveau doen en ga daar ook vooral mee verder. Ja. Aan kijkers zou ik willen vragen, heeft u reacties naar aanleiding van deze uitzending? Wilt u meepraten? Heeft u een mening die u wilt delen? Laat het weten via redactie1amstelveen.nl of via ons telefoonnummer 020-547-8588. Dank voor jullie gesprek. Is alles gezegd wat we gezegd moest worden hier aan tafel vandaag? Op dit moment denk ik wel, maar deel 2 kan natuurlijk altijd komen. Er is nooit uitgesproken over dit onderwerp. Precies. Maar heel erg bedankt voor de mogelijkheid om hier te praten ook. Ja. Om vooral met elkaar in dialoog te gaan. Absoluut. Ik heb nog wel iets, maar ik ben ook Joods, dus ik eindig dan graag met een vraag. Want jij, hoe zie je het over anderhalf jaar voor? Wat kunnen wij doen als samenleving, als burgers van Amstelveen, Amsterdam, maar eigenlijk van heel Nederland, om te zorgen dat we hier een veilige maatschappij hebben, waarin iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn, met respect voor de democratie en een toekomst voor onze kinderen? Oproep aan de kijkers, aan burgers in Amsterdam, dat we met elkaar daaraan moeten werken. Prachtige oproep. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan.